Ik ben Patrick de Waal, burgemeester van de stad Tongeren. Wat ik op het einde van dit jaar al zou willen gerealiseerd zien, is het openleggen van de Jeker. De Jeker is die rivier die vroeger doorheen de Motten stroomde. Nadien hebben ze die in buizen gelegd en wat we gedaan hebben is een project gelanceerd om die opnieuw in zijn oude bedding te laten stromen doorheen de benedenstad. Het is een project waar Gans Tongeren rijkhalsend naar uitkijkt, want ja, water brengt leven in een stad en het zal dat stadspark eigenlijk in zijn oude glorie herstellen. Het is een project waar Gans Tongeren rijkhalsend naar uitkijkt. Op het einde van de legislatuur, binnen 6 jaar, hoop ik dat de ganse binnenstad een echte gedaanteverwisseling zal hebben ondergaan. Wij moeten in de binnenstad, laten we zeggen in de kern van Tongeren, een betere mix krijgen tussen aan de ene kant handel. Dat blijft natuurlijk een voorname uitdaging. Maar naast handel moet er ook meer gewoond worden in de binnenstad. En moeten diensten, ik denk aan cultuur bijvoorbeeld, volop hun toegang kunnen krijgen tot die binnenstad. Een betere mix dus tussen handel, wonen en diensten. Dat is belangrijk omdat vele van die ook leegstaande kleinere panden zullen nooit meer een handelsbestemming kunnen krijgen. Vandaar dus die betere mix, waardoor we ook onze premies voor de opstart van nieuwe zaken, handelszaken, gaan heroriënteren. Dat moet meer gaan in de richting van zaken met een echte specifieke meerwaarde, ambachtelijke betekenis ook voor de stad. En we gaan alle eigenaars rond de tafel brengen om dat waar te maken. Een aanslepend probleem in Tongeren is inderdaad de mobiliteit en dan voornamelijk de plaats van de zwakke weggebruiker. Ik denk dan vooral aan de fietser in dat hele mobiliteitsgegeven. Daarvoor is het echt waar cruciaal dat we die omleidingswegen waar Tongeren nu al zo lang op wacht, die omleidingswegen, de noordoostelijke en de zuidoostelijke omleidingsweg, dat Vlaanderen die nu eens eindelijk gaat realiseren. Want het is Vlaanderen en niet de stad Tongeren die daar bouwheer moet spelen. Nu, we zijn naar een doorbraak aan het toegroeien. De noordoostelijke, ja, die ligt er nu eindelijk in zijn eerste fase en er groeit eindelijk een consensus rond het tracé van het sluitstuk, dat is die zuidoostelijke. Als dat klaar is, kan ook de kleine ring, de wallen zeg maar, kunnen dan ook aangepakt worden en ik denk dat dat heel belangrijk is, dat gehele gegeven. En ik voel aan dat Vlaanderen nu eigenlijk met ons echt aan het werken is aan een doorbraak. Wat ik zeker niet ga doen is de belastingen verhogen. We hebben net in de gemeenteraad een paar weken geleden wel een tax shift gestemd. Dat wil zeggen dat blijft een neutrale operatie. Maar de personenbelasting zal naar beneden gaan. Die gaat van 8,5% naar 7,9%. En we laten de onroerende voorheffing wat stijgen. Daar zit ook een bepaalde filosofie achter, namelijk activeren. Personenbelasting wordt betaald door mensen die werken. Er zijn heel veel nieuwe jobs die gecreëerd zijn in de voorbije maanden. En er gaan er nog veel bij komen. Nu al meer dan 500 jobs op Tongeren Oost. Ik denk aan GLS, ik denk aan Soprema. Belangrijke nieuwe bedrijven die erbij komen. En wat we willen doen is dat nog altijd te hoge werkloosheidspercentage in Tongeren naar beneden krijgen. Zodanig dat ook andere slechtere cijfers, ik denk aan kansarmoede voor kinderen, dat we die fors kunnen aanpakken in de komende jaren.